Welkom bij de NTR Zaterdagmatinée van 16 november 2019 met op het programma tweemaal een requiem. Straks het geliefde requiem van Mozart en als eerste Niccolo Giomelli, zijn requiem. Coro en orchestra Ghislieri, onder leiding van Giulio Prandi, zijn te gast in de matinée vandaag. Ze zijn gespecialiseerd in kerkmuziek uit de 18e eeuw. Als eerste Niccolo Giomelli. Hij kwam uit Napels, was een succesvol operacomponist, schopte het tot Hofkapelmeester in Stuttgart en schreef daar in acht dagen tijd zijn requiem. We schrijven 1756. Toeval of niet, het is het geboortejaar van Mozart. Het werd snel populair, dat requiem van Giomelli. Het werd zelfs het meest uitgevoerde requiem van de 18e eeuw. 35 jaar later, de zomer van 1791, begint Mozart aan een requiem. Het is een requiem op bestelling. Het was een opdracht. In september wordt hij ziek en 5 december 1791 sterft Mozart. Zijn weduwe Constance zit in geldnood en laat het requiem alsnog voltooien door vrienden, door leerlingen van Mozart. Die tragische combinatie van een onvoltooid requiem en het vroegtijdig overlijden van een geniaal componist Mozart, die combinatie ontroert nog steeds. Straks het requiem van Mozart, nu als eerste het requiem van Niccolo Giomelli. Kijk en luister naar Coro e Orchestra Ghislieri onder leiding van Giulio Prandi.